De varkens bij Piggy's Palace doen het vandaag rustig aan. Leuk zo'n glijbaan, maar eerst een schoonheidsslaapje. Ja, meestal 's avonds als het wat koeler wordt, dan staan ze hier met z'n allen voor. En dan drukken ze elkaar eraf of ze glijden vrijwillig af. Maar op commando glijden, ho maar. Slapen en drinken, dat hadden de varkens bedacht voor vandaag. Het zit er net in, hè. Ze moeten dus eerst nog wennen. Het is nog een gewenningsprocedure. Daarom hebben we ook een trainingsglijbaan voor de kleintjes. We doen eerst de kleintjes wat trainen. En deze, ja, die hebben nu net de glijbaan. En zo nu en dan zijn ze een zetje nodig. Maar de eerste zijn er allemaal de eerste avond gelijk al afgeroetst. Ja, ze vinden het wel leuk om van de glijbaan te gaan. Dus anders deden ze het niet. Tot nu toe, nou, wij zien alle varkens gelukkig allemaal mooi rondlopen. En geen enkele heeft zich tot op heden bezeerd. De glijbaan komt van zwembad De Lower Mark, hier op archiefbeeld. De glijbaan was afgeschreven en is inmiddels vervangen door een nieuwe. De oude mocht Piggy's Palace overnemen. In eerste instantie wilden we daar mooie schuilhutjes voor maken voor onze varkens buiten hier overal. En toen kwamen hier een hele groep twitterende boeren, de Tweet en Meet groep was dat. En die zeiden, goh, daar moet je niet schuilhutjes van maken, je moet gewoon een glijbaan maken. En onlangs was het zo mooi weer laatst en we zagen de eerste plons bij het zwembad. Toen zeiden we, nou, dat gunnen we onze varkentjes ook. En die kunnen wellicht ook van de glijbaan afkomen. En dan zie daar, het resultaat is daar. Mensen gingen eerder ook van deze glijbaan, dus varkens moeten dat ook kunnen. Dus, als het goed is, dan gaan ze gewoon met lol vanaf en houden ze er niet wat aan over. Het zijn de heerlijkste varkens van Nederland straks. En ik ben eerlijk, ze worden straks wel opgegeten. Maar ze hebben in ieder geval hier bij Piggy's Palace een goed leven.